We zijn voor deze vlog over een duurzaam Erasmus MC op het lab voor de medische microbiologie en infectieziekten. En dat doe ik omdat ik graag wil praten met Fleur Westerlaken. Zij is deskundige infectiepreventie. En als het gaat om het reduceren van afval, merken we dat we heel vaak aanlopen of denken aan te lopen tegen mensen als Fleur. Die dan zeggen, ja maar je moet wel handschoenen aan en mondkapjes en jassen aan. En we dus heel veel extra afval creëren. Ik denk dat we dat beeld kunnen ontkrachten. Dus we gaan met Fleur praten om te kijken hoe ook de deskundige infectiepreventie hier in het Erasmus MC en in Nederland willen bijdragen aan een duurzamer gezondheidszorg. Fleur, dat is fijn dat we hier op het lab kunnen zijn. Jij bent deskundige infectiepreventie. Wat houdt die functie precies in? Klopt. Ik ben deskundige infectiepreventie en er komen hier natuurlijk heel veel patiënten. En bepaalde patiënten die nemen een bepaald micro-organisme bij zich, of ze dragen bijvoorbeeld een bepaalde ziekte, zoals COVID, dragen ze met zich mee. En wij zijn er eigenlijk om te voorkomen dat deze ziekte of het besmettelijke micro-organisme wat de patiënt bij zich draagt, zich verspreidt in het ziekenhuis. Dus eigenlijk om andere patiënten te beschermen en ook medewerkers natuurlijk. Ja, en we hebben gezien hoe belangrijk dat is in COVID-tijd en we kennen die beelden ook allemaal. Jassen, mutsen, handschoenen, mondkapjes, klopt. Daar gaan jullie eigenlijk over. Hè? Jullie bepalen welke persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer moeten worden gebruikt. Nou, het belang is heel helder, hè? Want het moet altijd veilig zijn om hier te werken. Het moet ook voor andere patiënten altijd veilig zijn. Maar herken je het beeld dat sommige afdelingen denken, oeh, de infectiepreventie is altijd streng. Zeker, Eerder meer persoonlijke beschermingsmiddelen dan minder. Herken je dat? Ja, wij worden vaak als politieagent een beetje gezien. En wij maken inderdaad het beleid en wij willen zeker dat patiëntveiligheid staat voorop. Ja. Maar het is niet altijd nodig om zoveel persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Okay. Dat is zeker in het kader van duurzaamheid goed om naar te kijken. Die hele berg afval die we creëren, die komt grotendeels van die persoonlijke beschermingsmiddelen. Dus schort, handschoenen, mondmaskers. Ja. En een medewerker denkt vaak, nou, ik doe maar alles op, want dan ben ik veilig. Ja. Alleen het is echt goed om te kijken van wanneer is nou nodig? Wanneer is nodig om handschoenen aan te doen? En wanneer misschien niet? En wanneer niet, precies. En waar kunnen we dus deze persoonlijke beschermingsmiddelen besparen? Ik denk dat dat heel erg welkom is. En jullie hebben daar ook al een mooi voorbeeld van, hè, wat jullie op de IC hebben gedaan. Ja, op de IC hebben we bijvoorbeeld de IC-maatregelen afgeschaft. Daar deden ze standaard een schort en handschoenen aan als ze bij de patiënt naar binnen ging op die kamer. En wij hebben nu gezegd, eigenlijk alleen maar als je in contact komt met bepaalde lichaamsvloeistoffen. Dus iets, als je iets gaat doen bij de patiënt of iets in de patiëntomgeving. Ja. Alleen dan is het noodzakelijk om het aan te trekken. Okay, dus als je alleen maar een vraag stelt, dan hoef je niet al die spullen aan te trekken. Nee. Dan mag het ook zonder. Klopt. En waar heeft dat in geresulteerd? Op de IC gooiden ze bijvoorbeeld alle patiëntenmaterialen die op een kamer liggen, gooiden ze eerst weg. Alles werd gezien als patiëntenmateriaal wat op die kamer lag. Dus dat werd allemaal weggegooid nadat de patiënt met ontslag ging. En we hebben nu eigenlijk gezegd van niet alles hoeft te worden weggegooid. Okay. Bepaalde dingen kun je bijvoorbeeld reinigen en desinfecteren als de kamer uitgaat. Dus dan wordt het weer als, nou ja, dan kan je het nogmaals gebruiken. En dat kost gewoon, dat is een hele besparing. Ja, zo kan je bijvoorbeeld de helft van de patiëntenmaterialen hoeven bijvoorbeeld niet te worden weggegooid als een patiënt niks besmettelijks bij zich draagt. Ja, maar dat scheelt heel veel, hè? Dat scheelt zeker. Ja, als dat uitgesloten is, dan kan het. Kunnen we zomaar de helft besparen, heb ik laatst gehoord. Klopt, ja. Dus een duurzaam mooi initiatief, maar ook financieel, denk ik. Ja. Ja. Hey, en doe je dat alleen in het Erasmus MC of ook landelijk? Ik doe het ook landelijk. Ja, wij hebben een green team infectiepreventie opgericht vanuit de VAEG, dus onze beroepsgroep. En daar hebben we een handleiding voor geschreven. En dat is eigenlijk een handleiding voor alle deskundige infectiepreventie in het land. Om een soort handvat te bieden van, nou, als ze bijvoorbeeld bij mij komen met een bepaalde vraag vanuit het ziekenhuis, hoe kan ik dat afwegen? Hoe kan ik de patiënt veiligheid eigenlijk afwegen met het duurzaamheidsinitiatief? Ja. En, mooi hoor. Daarbij proberen we iedereen even een soort van bewust te laten worden en ook onze rol daarin te pakken. Heel goed dat jullie dat zo actief doen. Eigenlijk krijg ik een beetje het idee dat jullie zeggen, we waren altijd 110% veilig, maar we kunnen ook gerust 100% veilig. Het is nog steeds voorkomen van infecties bij andere patiënten en medewerkers, maar met veel en veel minder afval. Zeker. Mooi hoor. Ja. En wat zou jouw duurzame tip dan zijn voor Erasmus MC'ers? Nou, betrek eigenlijk een deskundige infectiepreventie gewoon al vanaf begin af aan bij een duurzaamheidsinitiatief. Want we zijn zeker bereid om altijd mee te denken. Ja. Ik denk zeker naar mogelijkheden. Ja. Niet de strenge politieagent, maar echt de meedenker zijn jullie. Ja. Mooi. Goed om te horen, Fleur. Dankjewel.